Dit is een hartstikke leuk en mooi borrelgerechtje. Eigenlijk is de basis een garnalencocktail. Dus je gebruikt Hollandse garnalen. Daar gaat dan ongeveer 2 eetlepels mayonaise bij op 300 gram garnalen. Dezelfde hoeveelheid ketchup, een paar druppels Worcestersaus, whisky en tabasco. Ik hou ervan als die pittig is, dus ik gebruik relatief veel. Proef continu, want dan weet je wat precies de smaak is en dan kun je het op smaak brengen. Schep je alles goed om. Dan beleg je een tortilla met gewassen sla. Daar haal je natuurlijk de stronk ervan uit. Dan gaat er de garnalencocktail of de garnaaltjes overheen. En dan rol je de tortilla strak op. En daar snij je dan plakken van voor ongeveer 2 centimeter. En dat is hem al, een heel erg leuk borrelgerechtje.